Ja, Mark, mag ik jou ook een Speedy Gonzales noemen? Of? Ja. Oh, je hebt het er wel mooi in gehakt, hoor. Echt, ik heb mezelf en ook anderen, en ik denk ook hier, hè, mensen zo even zo zien doen. Emo. Ja, maar het pakt, het werkt, hè, storytelling. Maar goed, we zijn hier wel bezig met cijfers, hè, nietwaar? We zijn hier met accountancy bezig, met ondernemen, met het digitaliseren. En we gaan eens kijken of we onze lessons learned, een aantal dingen van wat we vandaag hebben gehoord, of dat we dat kunnen in het gesprek krijgen, dat er zo meteen zit aan te komen. Of we kunnen leren uit een case die bijzonder interessant kan zijn. En daarvoor heb ik volgende gasten nodig. Mijn eerste gast is de CEO van ING België, Erik van den Einde. Kom er maar bij, Erik. En daarbij nodig ik ook uit de ondervoorzitter van IAB, Bart van Kwallen. En de straffe madame van Yuki, Ellen Sano, Managing Director. Hallo. Wat vonden jullie van daarnet? Herken je wat? Want ja, als leider natuurlijk. Ja, het is wel echt emo, ja. 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 Het is een beetje anders dan bij de bank, toch? Ja, ik kan mij voorstellen dat het bij de bank moeilijk is om zoveel emo toe te laten, hè? Denk ik toch wel. Oké, we gaan eerst even, we willen het hebben over digitalisering, accountancy en ondernemers, maar ik heb ondervonden dat we eerst dat woord een beetje moeten gaan definiëren van wat betekent digitaliseren. Want we hebben allemaal een smartphone, dus dat digitalisatieproces dat is al achter de rug. Maar wat bedoelen we nu met digitaliseren in de accountancy, in het ondernemen en in het bedrijfsleven? Wie begint er? Ellen. Ja, misschien een goed voorbeeld dat je al aangeeft, is dat veel ondernemers denken van ik heb een smartphone, dus ik digitaliseer al. Je zegt nu heel snel, dat is al zo. Mm-hmm. Maar ik denk dat heel veel mensen het moeilijk hebben om te kijken waar begin ik nu. En die denken dat digitalisering een oplossing is. Maar het is eigenlijk nog maar een middel om tot die oplossing te geraken. Net dat het grootste probleem is. Dus digitalisering, ja, je kunt dat heel moeilijk benoemen in mijn ogen. Dat is niet gewoon een proces digitaal zetten, maar dat is veel meer echt je processen in vraag stellen om het resultaat te bekomen dat je wilt bekomen. Ja. Dus het is meer een middel dan een doel op zich, denk ik. Ja, je ziet het als een middel, maar de digitalisatie moet naar jou, hè, want ja, jij bent van Yuki natuurlijk. Jij wil natuurlijk dat die digitalisatie veel sterker wordt doorgevoerd, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Daar geloof jij in? Hè? Daar geloof ik heel erg in. Ja, ik denk dat dat een noodzaak is, maar veel mensen zien het als een big bang. Van ja. Oei, ik moet vandaag op morgen ineens een grote stap maken. Ja. Maar dat is ook gewoon heel moeilijk. En weet je wat de sprekers al hebben aangehaald, dat is ook niet heel menselijk. Mm-hmm. Mensen hebben dat ook gewoon niet zo graag. Mm-hmm. Maar dus ja, voor ons is het iets makkelijker binnen Yuki. Ik ben samen met Mark van Nul kunnen starten. Maar ik kan me inbeelden dat bij andere bedrijven we gaan het soms moeilijker is. Bart, wat is digitaliseren voor accountants op dit moment? Oh, het is eigenlijk een verlengstuk van hetgeen dat men vandaag gewoon is. We gaan veel meer middelen hebben. Excuseer mij. Mijn stem is vandaag niet zo goed, maar we gaan veel meer mogelijkheden hebben dan dat we vandaag hadden. Dus alles wat digitalisering is, enerzijds, we zijn al lang binnen de computerwereld vertrouwd, maar we gaan die nieuwe stap in digitalisering nog veel mooier maken. En we gaan dus veel sneller, efficiënter dingen kunnen gaan realiseren, direct met de cliënt, de ondernemer, veel dichter nog gaan staan. Nog dichter dan vandaag. Mm-hmm. Want als er één beroep is die nog overblijft in het heel dicht zijn, het vertrouwen, ik hoorde het daarnet nog zo mooi, als er één ding is waar we allemaal heel sterk in zijn als accountants, is dat vertrouwen gaan geven aan die ondernemer. En dus die digitalisering die er is, zal het mogelijk maken dat we die job nog veel meer in vertrouwen gaan kunnen versterken. Ja, daar dus geloof zeer jij positief. In, hè? Ja. En dan Erik, dan kom ik bij jou. Digitalisering bij ING, dat is wat er gebeurt, maar ik mag het geen digitalisering noemen, hè, van jullie. Want het is iets anders. Ja, je mag het wel digitaliseren noemen, maar ik ben al lang bankier. Ik ben langer bankier dan dat Ellen bestaat, hè, voor alle duidelijkheid. Dus dat is al in heel mijn carrière digitaliseren wij. Hè. Een bank is niet van een papieren omgeving nu ineens in 2018 wakker geworden van oei, we moeten digitaliseren. Dus ik denk dat wij constant op zoek zijn naar hoe kunnen we voor onze klanten, hè, zo goed mogelijk een ervaring creëren. En het wordt, denk ik, nu wel boeiend bij ons. En ik denk dus ook bij accountants in de service-industrie. Het is de eerste keer dat ik voel dat het echt kan veranderen. Want de computers zijn sterk genoeg en de software wordt slim genoeg. Hè. Dus, en dat is toch nieuw, sinds dat ik in ieder geval professioneel ben.
En dat wil zeggen dat iedereen goed moet nadenken. Hè? Wij als bank hebben ook goed nagedacht. En ik denk dat het een combinatie is van als je niet verandert, dan komt er waarschijnlijk iemand anders. En die gaat het voor u veranderen. Nou, dat lijkt me een bizarre omgeving om te zijn. En je moet zelf vanuit die verandering durven een ambitie uitspreken. Hè? Van, hoeveel beter kan ik dan worden? En dat is wat wij proberen met de bank. En ik wil absoluut nog eens duidelijk maken, er is nergens geschreven dat wij een digitale bank willen worden. Wij willen dat helemaal niet. De kunst, denk ik, in de toekomst, dat is voor alle sectoren, is hoe combineer je het beste, wat ze zo mooi noemen, offline en online. Dus het noemt OMO. Je moet de twee goed samen kunnen doen. Maar als je het alleen maar het een doet of het andere, nou, dan ga je waarschijnlijk niet winnen. En wat wij nu zien in onze sector in ieder geval, is de big techs die ooit puur digitaal zijn begonnen, die extreem slim zijn in data, extreem slim zijn in data naar custom experience te brengen, mobile, die zeggen nu zo, nou, misschien moeten we wel offline worden, misschien moet fysiek. Ja, dan heb je het over een Amazon, hè, die nu ineens... Dan heb je het over Amazon, Amazon is nog redelijk vriendelijk, denk ik, maar Alibaba, WeChat, ik heb meer angst van de Chinezen dan van de Amerikanen op dat vlak, hè, niet, blijkbaar niet voor de hockey, maar in de service-industrie, zij eten heel veel sectoren op, omdat ze supergoed begrepen hebben hoe dat ze data, niet digitaliseren, maar gebruiken en heel gemakkelijk naar de klant brengen. Hè. Dus onze uitdaging, ik denk zeker als bank, ik ben geen accountant, maar mensen, onze klanten, jullie, vinden het normaal om een ticket te boeken met 2 kliks op een app. Als wij er niet in slagen om een rekening te laten openen met 3 kliks, dan gaat iedereen straks zeggen, dat is een oude bank. En als er dan iemand komt die zegt, ik zal het voor u in 3 kliks doen, dan ben je wiped away. Hè. En ik denk dat dat wel mooi is wat Yuki probeert te doen, denk ik. Ik denk bij accountants en boekhouders dat er ook een uitdaging zit. En jullie hebben als bank op een gegeven moment moeten beseffen van dat moment is aangekomen, is aangebroken, dat die klant eigenlijk sneller en anders wil en dat wij daar nog niet op inspelen. Is er zo'n punt geweest van en nu moeten we in gang schieten? Ja, dat is er zeker geweest. En dat is voor een grote organisatie. Hè. We hebben in België toch, toen hadden we 9000 man hè, die in een goed model zaten, dat goed werkte. En je ziet allerlei trends komen en tendensen. En dan is de kunst wel, denk ik, om te beslissen, we gaan veranderen. En ik denk, wat ik fijn vind in ieder geval in mijn rol en wat we goed doen, we zijn begonnen. Hè. We zijn begonnen met 9000 man optillen, dat duurt een tijdje. Dat moet allemaal georganiseerd worden. Maar ik heb geen idee waar we binnen 5 jaar zullen eindigen. Ik weet niet waar de weg helemaal gaat. Maar het model gewoon houden was no option. Dat was een dat was zeer duidelijk. Ja. En het vraagt wel wat tijd natuurlijk om dat dan in gang te zetten of in beweging. Maar ze moeten begrijpen waarom. En nu krijgen we denk ik meer en meer, merk ik toch in de verhalen rondom ons, we zijn daarmee bezig. Ja, dat hebben wij in 2016 al gezegd dat het zou gebeuren. Ja. Ja, maar ieder op zijn tijd, want de accountants... Ja, ik wou even reageren op die angst en de snelheid van de dingen. Het is wel waar dat mogelijk de dingen sneller gaan deze keer. Ik kan dat nooit op voorhand zeggen. Maar ik herinner me, 25 jaar geleden zat ik in een zaal en zat er iemand van voren die vertelde, de computer was ingetreden. Ik had die zelf gekocht toen, een 286, 20 megabyte, 250.000 Belgische frank, 6.250 euro omgerekend. En dan zei die verkoper, die gaat er gans uw leven mee doen. En iedereen zat in de zaal en dan zei hij, potverdikke jongen, wat gaan wij nog doen later? Nu, als we kijken, er is niemand die zoveel meer te werk gesteld is in service, in diensten, als vandaag. En als we zien welke uitdaging dat we nu krijgen, we gaan die gewoon omarmen. We gaan dat niet wegduwen. We gaan die gewoon vastpakken. Je gaat zien, er gaan heel veel leuke nieuwe dingen uitkomen. Ja, ja maar dat zeg jij, omdat jij ziet waar de toekomst, die er brighter uitziet. Maar er zijn heel veel accountants en ondernemers die het nog niet zien aankomen. Die denken van, laat dat zo nog maar wat aan de gang. Er is eigenlijk geen probleem. Dat is het verhaal van de grote klik. Ja. Dat is het verhaal, dat ik even terugkeer naar toen ik vroeger op de straat liep. Ik had een gsm gekocht, was 2 kilo, liep zo. En dan nam je op en dan liep je op straat en zei iedereen, wauw, die durft te bellen op straat. Vandaag zitten ze allemaal bezig ondertussen, terwijl dat ze zitten te luisteren. Mm-hmm. Dus de maatschappij verandert zo snel. Alleen is de vraag, wanneer is die klik gekomen dat we het normaal vonden dat we gingen bellen? Wel, dit gaat net hetzelfde zijn met die digitale maatschappij waar we in leven. Alleen is de vraag, je hebt mensen die snel aanpassen, anderen die trager gaan. En ik vind het fantastisch dat iedereen tijd maakt om naar hier te komen, om te zien van, wat moet ik nu veranderen? Om dan wel vragende partij zijn om mee te gaan die sneltrein vaart. Mm-hmm. En dus ja, de klik, dat is het grootste vraagstuk. Wanneer gaan we allemaal klaar zijn om af te stappen van de PDF naar elkaar te sturen, naar een UBL naar elkaar te sturen? Wanneer gaan we het gewoon zijn
om digitaal met elkaar te communiceren. Hoeveel mensen hebben, hoeveel bedrijven hebben al de klik gemaakt? Kan je daar een percentage op geven, Ellen? Of Bart? Het is moeilijk, hè? Ja, als ik zeg, dan zeg ik 5% van de markt, omdat dat ons marktaandeel is. Ja. Dat is dus die hebben de klik gemaakt. Maar, ja, Bart, ja, jij een cijfer, 5%, bied jij meer? Bied ja, jij ik minder? Denk wel, pak je meer, omdat het ook andere software is. Natuurlijk, het is mooi van haar, een zeer mooie doelstelling. Want het is wel waar, iemand die Yuki werkt, gaat digitaal gaan werken. Kan je niet van onderuit, moet ook zo. En, maar er zijn ook andere programma's die dat ook aanbieden. Maar het is, ik denk dat het percentage iets hoger is, maar de meerderheid zeker niet. Laat zeker dat duidelijk niet zijn. Dus er is een gigantisch werkveld nog te gaan om mensen te overtuigen om mee te gaan. En geloof me vrij, het is nodig. Als we willen dat we mee zijn met de Chinezen en anderen die op ons afkomen, voor de Chinezen moeten we dan zijn. Hè. Maar als we er willen mee zijn, als we onze ondernemer willen gaan nadenken van hoe kan ik mij competitief opstellen, kijk goed hoe dat die coach omgaat om mensen te zeggen, we moeten zorgen dat we de eerste zijn, snel zijn. Dan geef ik 100% gelijk. Dingen zoals dit, proficiat, want het is nodig. Ja, als ik misschien even op die klik mag ingaan, want Erik zegt van oké, we hebben beseft dat we op 3 kliks een rekening moeten aanmaken. Dat is eigenlijk een beetje de klik vanuit hun klantenkant. Uiteraard ook waarschijnlijk met een visie als bedrijf, als bank, van daar willen we naartoe. En ik denk dat het leuke is voor kantoren, voor accountants, dat die een ondernemer er vandaag is. En dat die veel eisender wordt. Mm-hmm. Want veel kantoren zeggen tegen mij, ja, maar door jullie systeem wordt mijn klant nog veel eisender. Ik zeg, maar dat is goed. Ja. Dat is goed, want zo kunt u dan weer gaan onderscheiden. Andere diensten gaan aanbieden. En die digitalisering net veel gaan omarmen. Dus ik denk dat dat een... Ja, wat is dat net bedoelde, hè? Daardoor ga je andere dingen doen die je vroeger niet deed. Ja. Nu, vanmorgen was Peter de Prins hier te gast, van Vlerik. En die sprak over de 6 batteries of change. Nu, een van de dingen die hij vertelt in zijn boek, is dat er 2 redenen zijn waarom dat een organisatie of een bedrijf of een sector gaat veranderen. Het ene is... Mensen voelen het vuur onder hun voeten en de schrik en de pijn en daardoor wil je weg en verander je. Of het andere is, je ziet dat er iets anders, iets schoners in het verschiet ligt. Wat was het bij ING, het vuur of de schone toekomst? Ja, ik denk dat 2. Ik denk, wij noemen dat de burning platform en het burning ambition. En dat is eigenlijk perfect. Burning platform, ja, daar kunnen we niet veel aan doen. Ja, ik kan er ook niet aan doen dat mensen graag op smartphones werken en daar 's morgens aan mee beginnen. Dus ik zie daar wel een bedreiging als ze dat niet op de ING-app duwen, dan ben ik misschien niet meer relevant voor de rest van de dag. Dus dat is een uitdaging en daar moet ik echt over nadenken. Maar ik zie ook door de technologie dat ik misschien ook een veel betere bank kan worden om met mijn klanten een betere relatie op te bouwen. Nou, als ik naar dit publiek kijk, ik zou echt mega gefrustreerd zijn als ondernemer. Als je nadenkt over wat u doet, hè, u maakt fantastische verhalen waar, dan moeten we dan in cijfertjes zetten. Dat gaat dan naar een boekhouder, die boekhouder die, of accountant, die stuurt dat dan inderdaad op een hele ouderwetse manier naar de bank. De bank gaat dat ook nog eens gebruiken. En ik zou afronden, nou, op 3 weken tijd krijgt u ongeveer te horen of u een krediet krijgt. Dan denk ik van ja, ik denk dat kan op, ik weet niet, kan op 60 seconden, kan op 2 minuten. En hij die erin slaagt om dat platform te creëren, die gaat waarschijnlijk heel veel winnen. En dus, dat heeft te maken met, dat is burning platform, maar ondertussen, ik ben 100% zeker dat wij beter kunnen zijn dan de Chinezen. Mm-hmm. Maar we moeten wel enorm veel snelheid maken. Ja, en maar hoe ziet dat dan bij de accountants? Waar zijn zij dan mee bezig? Want alles draait goed. Als de boekhouding gedaan geraakt en de cijfers zijn goed, en we moeten niet te veel belasting betalen, who cares about digitalization? Ja, eigenlijk proberen we op 2 velden te gaan werken. We gaan enerzijds zorgen dat we die digitalisering omarmen, om sneller die data aan te reiken en sneller te kunnen communiceren, sneller te kunnen leveren, tussentijds de cijfers kunnen aanleveren. We hebben daarvoor een platform Unified by Invoicing opgezet om te zorgen dat elke ondernemer gratis zijn facturen kan ontvangen en verzenden. Maar dat is dan dubbel met die accountant die dat dan ook kan onmiddellijk verwerken. En dus met andere ook die KMO, die toch wel meer dan 1 miljoen met eenmanszaken bij mensen betreft, mee te pakken in dat domein. En dus we gaan zorgen dat we dat samen vastpakken. Ja. En het andere is zekerheid verstrekken. In die zin dat je mag nooit vergeten, als ondernemers al die data gaan zien, men kan daar wel iets uittrekken, maar in het begin zal het zeker noodzakelijk zijn om die te begeleiden en te zeggen, dit klopt, dit is juist, of dit moet gecorrigeerd worden, of moet je zo interpreteren. Ja. Dus eigenlijk hebben we 2 grote uitdagingen die we moeten vastpakken. Zorgen dat we die factuur omarmen en dit ook effectief uitvoeren. En langs de andere kant zorgen dat dat advies, die zo belangrijk is, die zekerheid, met daarbij horend advies, versterken. Ja, Ellen, vanuit welke visie of welk standpunt van die 2, de pijn of de mooie toekomst, vertrekt dan zo'n platform als Yuki?
Ja, ik denk eigenlijk vooral het laatste, het adviserende stuk, want dat is een beetje het luik waar ik daarnet over sprak, over die ondernemer. Hè. Die is toch zo belangrijk, dat is ook de bestaansreden van een accountant of van een boekhouder. En ik denk dat het belangrijk is dat die communicatie veel sneller gaat. En een ondernemer, waar dat vroeger de boekhouding eindigde, en inderdaad het rapportje, het resultaat, daar begint het vandaag. Of daar zou het moeten beginnen om effectief die adviserende en coachende rol aan te gaan. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderscheid is. En nogmaals, ik denk dat de ondernemer daar een hulp is voor de accountant. Want een accountant denkt van ja, ik ben eigenlijk al 20, 30 jaar bezig, het gaat goed, ik verdien mijn boterham, waarom zou ik veranderen? En ik denk dat het vuur waarover dat je spreekt in dit geval dan soms die ondernemer is. Wat dat goed is, want het komt eigenlijk beiden ten goede. Dus wat ik hier uit begrijp, en ik denk dat dat ook bij jou, bij ING dan zo is, is dat bon, die klant die gaat meer en meer centraal staan. Bij de accountant en ondernemer is de ondernemer de klant. Maar de ondernemer heeft natuurlijk ook klanten, uiteraard, die hij zo snel mogelijk en zo goed mogelijk. Dus door die op een andere manier te gaan bedienen, is er dan ook ineens ruimte voor een andere soort service, een betere soort service. Anders gericht, anders gefocust. Dus moet de accountant of de bank niet bang zijn voor het verlies van een rol of van een functie? Of zie ik dat verkeerd? Ja, misschien in de grote getallen afronden. Als ik kijk naar de transformatie die wij aan het doen zijn, en ik spreek een beetje voor mijn beurt, hè, want we gaan toch nog een jaar en een half bezig zijn misschien met het te stabiliseren, maar toen we het aangekondigd hebben, waren wij een bedrijf met 9000 mensen in België. Van die 9000 mensen waren er 3000 mensen die een job hadden om in contact te staan met klanten, ondernemingen, privé, private banking. Die mensen hadden geen fulltime tijd om met klanten bezig te zijn, want die moesten veel taken doen, documenten doorsturen, mails. Wij gaan een bedrijf zijn van 6000 mensen, met 4000 man, rechtstreeks in contact met de klant, met meer tijd. Als ik daarin slaag, heb ik de slagkracht van mijn bedrijf maal 3, maal 4 gedaan voor de klant. Ja. Ja, en dat is wat digitalisatie of technologie eigenlijk kan doen. En in mijn ogen is het de eerste keer dat wij het kunnen doen. Ja, een reorganisatie van je talenten, Mark had het daar ook al over, het verborgen talenten eruit gaan halen en er iets anders mee doen. Ja, ik probeer me dat voor te stellen in een boekhouderskantoor waar veel minder mensen werken, waar veel minder soorten opdrachten zijn. Hoe ga je dat dan, hoe ga je een ander soort, hoe ga je personeel heropleren of wat doe je dan? Je moet er tijd aan beginnen, hè? Dat is juist het verhaal. Hè? Dus we zitten nu in die wijzigende maatschappij. Dit vooruit doen is een heel slecht idee. We hebben het net ook nog in de laatste slide gezien. De bedoeling moet zijn dat we juist sneller gaan reageren. En wij als instituut hebben de opdracht één aan sensibilisering te doen, zorgen dat mensen meegaan, de klik zetten. En anderzijds ook te zorgen dat er tools aangereikt worden die comfortzone gaan verruimen. Ja. Nu, binnen een kantoor moet iedereen datzelfde huiswerk maken. Men moet gaan kijken binnen een kantoor welke toepassingen zijn voor mij in mijn visie om die dienstverlening aan die cliënt te vergroten. Is bijvoorbeeld Yuki voor mij het geschiktste apparaat om dat te gaan realiseren? Ga ik misschien met niet één, maar met verschillende apparaten werken of software werken? Ik ga kijken hoe ik mensen moet gaan vormen om die mentaliteitswijziging, omdat ik veel sneller die ondernemer kan bereiken. Daar dat vroeger die KMO 1 keer per jaar, 2 keer per jaar, 4 keer per jaar werd bereikt, kan je die nu veel sneller, veel meer gaan informeren. En je gaat dus zorgen dat contact die we hebben, je sprak van 6000 mensen, dus we hebben 14.500 accountants en boekhouders, met daar nog eens meer dan 20.000 werkstellenden in, die rechtstreeks in contact staan met de ondernemer. Zij weten al, zo dicht staan ze bij een ondernemer, al voordat er een echtscheiding is, weet de echtgenote nog niet, maar de accountant weet het al. En dus, met andere woorden, wij hebben zo'n comfortzone van vertrouwen, dat we met andere woorden die informatie die de ondernemer nodig heeft, direct kunnen gaan overbrengen naar hem. Ja. En iedereen moet dat vandaag beseffen. Als jij dit vastpakt, ga je er meer dan voordeel bij hebben. En dit moet je ook aan je medewerkers overbrengen. We hebben heel veel te bieden. Ja, ik denk dat je ook niet mocht bruskeren of ze schrik aanjagen, want dat heeft ze vaak, of hetzelfde met digitalisering. Ik denk inderdaad, hetgeen dat Bart zegt, zij blij dat nu al die dingen opkomen. En net zoals bij Erik, je hebt ook tijd om dat te doen. Hè. In die zin, je moet er nu wel mee starten, maar je moet inderdaad die stabilisatie ook wel houden. Je moet een organisatie, nog maar eens, wij komen in kantoren van 20 man gemiddeld. 6000 hebben we jammer genoeg nog niet mogen doen. Maar de verandering is niet vandaag op dag. En het voordeel is dat je daar, wij spreken altijd over champions teams, en dat is dan voor onze software, maar ik denk dat bij elke verandering wel van toepassing is, waar je start met een klein team.
Die er inderdaad in geloven, die zelf het ownership nemen, hetgeen dat Mark ook aangaf, waarin dat je dan effectief de successen ziet, de veranderingen ziet en de rolsverandering ziet. Zodat je niet een hele organisatie ineens moet gaan veranderen van de ene richting naar de andere, maar dat je stelselmatig dat kan... Excuseer, Daniel. Dat dit het grote voordeel heeft die ING had, dat is dat vanuit één bestuur men kan doorsturen en proberen dit zo goed mogelijk, wat een moeilijke opdracht is, naar iedereen over te brengen. Wij hebben een verdeeld landschap, zeg maar, zoals je net komt te stellen, met 20, 5, maakt niet uit, veel meer, 500, maar maakt niet zo uit. Je hebt kleine organisaties en heel veel grote, die elk hun eigen zegje hebben. En dus wij als instituut staan daar maar enkel boven om mensen te helpen, te coachen en een duwtje te geven. En zij moeten het uiteindelijk wel doen. En dus het is een ideale verhaal is van, jullie kunnen het opleggen. Wat misschien dan ook weer niet zo goed is, want dan ga je mensen forceren. Ik denk ook niet dat in het veranderingssysteem, transformatiesysteem dat jullie hebben doorgevoerd, dat het werd opgelegd. Nee, ik denk... Dat is niet echt agile. Ik vind het wel mooi dat de vreselijke dat ik hoor is van, ja, het is eigenlijk gemakkelijk als je 9000 man hebt, dan kun je misschien snel veranderen. Het is een voor en een na. Het is een voor en een maar ik denk dat het, naar analogie van wat Mark heeft laten zien, is je moet een ambitie kunnen uitspreken om ergens naartoe te gaan. En dat zal niet over 3 maanden zijn. Maar wat wij, denk ik... Een van de succesfactoren, denk ik, die ik ook in het verhaal van de coach hoor, is je moet de mensen wel selecteren die in die ambitie willen meegaan. Mm-hmm. En dat kan best een paar keer pijn doen en nog een kwetsuur hebben en terug opstaan. En ik denk in elk bedrijf, of het groot of klein is, hè, maar goed, wij hebben het met een groot bedrijf gedaan. Wij hebben, beginnende bij mezelf, hè, ik zou zeggen, ik ben de eerste nieuw benoemde geweest in die ambitie. We hebben duizenden mensen gevraagd van, ja, wil je nog wel blijven? Als je blijft, hè, dan is dit het verhaal. Maar je mag ook niet blijven. Je kunt inbeelden in een bank, dat arrest. Dat heeft best een emotioneel moment geweest, dat is intens geweest. Maar of dat nu een groot bedrijf is of een klein bedrijf, ik denk dat dat essentieel is. En dan kies je de mensen met de juiste houding, denk ik. Wel met talenten, maar ze hebben allemaal talenten, dus dat is niet zo moeilijk. Maar met de juiste attitude om mee te gaan in die beweging en vol te houden. Hè. Dus never give up. Wij zitten in het midden, denk ik nu, ongeveer, als ik hoop ik. Ja. Dat is het moeilijkste, hè? Het midden. We moeten nog terugkeren, maar nog helemaal terug. Maar we hebben er 5000 geselecteerd opnieuw. Hè? Dus dat moet je wel meenemen in een change. Want de reden, hè, de Chinezen en de digitalisatie, ik denk, dat snapt iedereen. Ik bedoel, dat is niet zo moeilijk. We steken alles op de Chinezen. Nee, maar dat is rationeel, dat is gemakkelijk. Ja. Maar je mensen durven zeggen van, dit wordt het. En daar is geen negotiatie. Hè? Nee. Maar je mag meedoen, maar je moet wel eerlijk zijn. Hè? En dus alles loslaten en de mogelijkheden zien. En niet de problemen zien en doorgaan. Nou, dat is, in de meeste bedrijven moeilijk, denk ik. Ja, dat is ook een beetje wat jij bedoelt met dat Champions Team. Hè? Van inderdaad, te halen die de believers eruit halen, daar het succes mee bewijzen. En dan zal de rest ook wel volgen. Ja. Hè? Je hebt ook sommigen die misschien wat in een impasse zitten. En die doordat ze zien dat gebeurt, daarin volgen. Maar ik denk dat je, hetgeen dat Erik zegt, daar sluit ik mij bij aan. Je moet wel de believers hebben. Maar ik vind het sterk dat je kunt zeggen, dat zei ik, hebben jullie bij iedereen opnieuw sollicitaties afgenomen om te zeggen, je kunt mee of je kunt niet mee. En ik denk dat dat een hele goeie is, want talent hebben ze en de skills die leert wel aan, maar het is de hoesting en de attitude die je nodig hebt. Hè. Ja. Het advies dat ik nog heb is echt een respect hebben voor de keuze. Het kan best zijn dat iemand zegt, dat is mijn ding niet, dat is niet mijn verhaal niet meer. Daar moet je ook respect voor hebben. Hè. Het is... Denk niet zoals een topcoach, hè, die kan gewoon zeggen, jij eruit. Hè, want ik pak alleen de beste mee. Als je 9000 man hebt, dan zijn die ook allemaal goed geweest. Hè, die hebben goede dingen gedaan. Maar je moet wel durven, hè, een ambitie uitspreken en een selectie maken, maar wel respect hebben voor diegene die niet meer willen volgen. En dat netjes doen. En dat kun je maar best doen als het goed gaat. Ja. Vraagt dat een ander soort leiderschap? Anders weet ik niet. Maar in ieder geval, de leiders, om u een voorbeeld te geven... De top 200 bij ons zijn ook allemaal herverkozen, maar pas nadat de andere 5000 geselecteerd was. Hè. Dus ik heb aan de top 200 gevraagd, u zal de selectie doen van al die mensen, hè, maar zoals het hoort, jullie krijgen pas op het einde de zekerheid, eerst de eigen mensen. Er zijn een aantal leiders geweest die dat moeilijk vonden, want dat was vroeger niet, zo deden we het niet. Hè. Het was meer een top-down, het was meer een hiërarchisch model. Ik denk dat dat volledig voorbij is. Nu, digitalisering, het is allemaal goed en wel, maar er is zoveel op de markt. Zoveel technologische oplossingen, software dat er is. Je moet ergens je focus vinden en zowel als gebruiker, dus als accountant, moet je gaan beslissen van
wat ga ik gebruiken? Als bank moet je gaan beslissen, wat wil ik ontwikkelen? Maar evengoed, als ontwikkelaar heb je ook te kiezen van, ik wil even focussen op dit soort ondernemer of dit soort bedrijf. Hoe hebben jullie je keuze gebaseerd? Waarop? Wel, je moet, denk ik, wij vergelijken altijd, je kunt alleen maar laten zien hoe goed dat iets is, als je ook kunt laten zien hoeveel pijn dat het ervoor deed. Mm-hmm. En ik denk dat je daaraan moet vertrekken van waar kunnen we het meeste meerwaarde in bieden, waar is de snelste efficiëntie mee te slagen. En ik denk dat we daar een verschil hebben met anderen, is dat we ons heel erg focussen. Ja. Focussen op dat ene, op die administratie voor die ondernemer die er eigenlijk moet liggen, dat hij zijn business kan runnen. Ja. Uiteraard met behulp van die accountant. En niet nog daar voor elke type onderneming of accountskantoor iets aan op te bouwen, want dat kan. In principe kunnen we dat. We hebben daar getalenteerde ontwikkelaars voor. Maar ik denk dat je veel sneller kunt springen door iets heel gefocust te ontwikkelen. De accountant moet die juist... Ja. Focussen op één software of moet die er nu meerdere gaan aanbieden? Dat moet is eigen kantoor die zelf moet gaan beslissen. Juist gaat het hem over, wat is mijn focus als accountant? Hoe ga ik eigenlijk mijn cliënten gaan bedienen? Is dat met één software? Gaat ervoor voor die één software? Ga je met meerdere? Ga voor meerdere. Maar maakt u focus, kijk wat dat uw cliënteel is, kijk wat dat uw medewerkers zijn en probeert u echt te richten naar een positieve toekomst. Dat is wel 100% belangrijk. Die focus, ik denk dat heel belangrijk is. Ja, en een nieuwe focus voor de bank, blockchain. We hebben er vanmorgen van alles over gehoord. Al mee bezig? Ja, we zijn ermee bezig, omdat... we zijn ermee bezig. Het zit in een labo. Hè? Mm-hmm. Want het is denk ik een van de meest gehypte woorden van het moment. Maar het is toch weer iets dat je denkt, ik wil de trein of de boot niet missen. Ja. Stel je dat voor. Hè? Dus we hebben gelukkig met ING, hè, kunnen we wereldwijd zo'n labo's organiseren. Ik zou zeggen, ja, ik heb nog geen bericht gekregen uit het labo. Hè? Ja, dus, maar je houdt het wel in het oog. Wat zeg je? Je houdt het wel in het oog. Ja, ik denk, je kunt je niet permitteren om niet te checken of de hype een hype wordt of niet. Maar, dus dat doen we wel, maar het is toch echt veel te vroeg. Ja. Oké, een moeilijke om te eindigen. Voor jou, de ondernemer, ik ga even het rondje doen en dan vraag ik het antwoord. De ondernemer in 2030, hoe ziet die eruit? De accountant 2030, de bank 2050. 50? Ja, ik denk dat... Waarom krijgen zij meer tijd? Dat wil je ook 2050? Mag jij. Misschien heeft hij al een idee voor 2030. Dus. Oké. Okay. Ja, Ellen? Een ondernemer... Voor ons hangt dat ook altijd wel samen met die accountant, dat toch niet onbelangrijk is. Maar ik denk dat die gewoon niet meer gaan moeten kijken naar zijn cijfers of getriggerd moet worden door zijn accountant, maar eigenlijk getriggerd wordt door zijn boekhouding en zijn accountant tegelijk. Dat hij niet meer moet gaan vragen, moet ik dit doen? Maar dat eigenlijk, iedereen is vandaag met de push en alle meldingen en notificaties. Wel, dat is de ondernemer 2030 die gewoon direct te zien krijgt wat hij moet doen. En in het beste geval, maar dat is dan 2050, dat het systeem dat ook al ineens voor hem doet. Ja, ik denk dan aan dynamischer, meer in een flow. Zo. Flow is een flow, goed woord. Ja, okay. Maar ik heb ook nog... Probeer maar zo, hè. Dringen er in te halen. Ja, Bart. De accountant gaat mee in de flow. In die zin dat... ik denk dat een accountant in 2030 of 2020, maakt niet uit, dat hij... want hij gaat snel moeten evolueren. Ik denk erin, geloof erin, dat hij nog dichter bij de ondernemer moet kunnen staan. Mm-hmm. Ja. Daar dat hij vandaag... soms een beetje te afwachtend is en minder proactief, zal hij morgen de proactieve mens moeten zijn die eigenlijk veel meer focust met de ondernemer, niet enkel op het resultaat, maar ook op de omzet, ook op de kostenstructuur in zijn geheel, ook die medewerkers op alle aspecten en die daar rond andere mensen aantrekt om die coach te begeleiden. Ik denk dat dat centraal gaat staan, met daarbij hem het gevoel van zekerheid te geven dat al waar hij zich op baseert inderdaad correct is. Ja, alright. De bank. 2050, ik heb echt geen idee. Ik heb echt geen idee. Ik zou ook iedereen die denkt dat er een idee over heeft, hoe de bank er in 2050 eruit zien, niet geloven. Ik zou het niet doen. Ik denk dat ik ongeveer weet 2020, 2025. En dan stopt het. En ik ben ook heel eerlijk, ik heb geen idee. Het is te snel geworden. Het enige wat ik wel hoop is, intern gebruik ik een verhaal om te vertellen. Als ik begon in de bank, was het super stabiel en was het voorspelbaar tot bijna saai. Hè? Mm-hmm. Met een roeibootje op een meertje, met allemaal chique mensen op de oever en alles was oké. Okay. Vandaag, als je bij ons komt werken in de financiële sector, in een bank, het is echt rafter. Hè? Echt mooi in een boot gaan zitten, nat, koud water, er niet uitvallen.
Maar ik heb geen idee. Ik heb een idee van een paar van die bochten en dan weet ik het niet. Ik hoop dat ik snel genoeg ben, elke keer opnieuw, op 3 jaar tijd, om aan te passen. Oké. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, misschien jullie wel, maar elke spreker had hier een boek te verkopen vandaag. We gaan hier checken. Yuki, heeft Yuki al een boek geschreven? Elke spreker heeft al een boek verkocht. Ah, oké. Heb jij een boek? Die zit nog in het labo. Zit nog in het labo. Ja. Bart, jouw boek al op de markt? We hebben veel boeken. Recht voor het instituut en veel normen, veel plichten. En dus ik wil, als ik mag, eigenlijk los van het boekje, alle organisatoren van vandaag feliciteren, want dit is een fantastisch moment waar mensen, ondernemers, maar ook accountants, veel kunnen opsteken en proficiat dat je als organisatie geld wil insteken. Ja. Dank u, Bart. En dan Erik. Ja, ik denk dat ik een boek ga schrijven. Ja. Nu nog niet. Oké, voor wanneer mogen we dat veel verwachten? Mensen, om te zeggen, ik zat in de raftboot met ING, want ik denk dat we echt een unieke ervaring meemaken, maar ik ben nog een beetje jong om een boek te schrijven. Het is nog te vroeg, ja. Nog wat wachten. Ja. Laat het nog wat rijpen. Dankjewel Erik van den Einde, Bart van Kwalen en Ellen Sano. Tijd voor een koffiebreak en we hebben nog lekker dessert klaarstaan voor jullie ook. Laat het jullie smaken, tot straks.